zijn er 122.000 jongeren op zoek naar een baan. En je hebt nou eenmaal een eerste opstap nodig om echt die arbeidsmarkt op te komen. En dat is wat we met deze actie gaan doen. Nou, Schiphol is natuurlijk een banenmotor sowieso al. Met op de locatie Schiphol 65.000 mensen die hier werken. Met 500 bedrijven. Dus de mogelijkheden zijn enorm. En ook heel divers. Dus dat betekent dat er voor heel veel verschillende jongeren ook werk te zoeken is. En nou ja, Schiphol is ook altijd een droom geweest, denk ik, voor veel mensen. En als je er werkt, is het ook iets om echt super trots op te zijn. Ik ken een jongen die heeft dezelfde functie opgedaan als ik. Zo'n leuk werk. En ook heb ik die nachtdienst. We zijn nu bij Meet & Greet op Schiphol. En ik ben benieuwd hoe andere jongeren aan werk zijn gekomen. Ik heb eerst stage gelopen bij KLM en toen uiteindelijk via Randstad gesolliciteerd. Toen ging het eigenlijk allemaal wel vrij makkelijk. Je bent afgestudeerd als piloot. Ja. En wat doe je nu? Ik werk nu bij de KLM sleepdienst. En dat doe ik nu sinds juni. Maar dit is het mooiste bijbaantje wat ik kan wensen in de tussentijd. Schiphol doet ongelooflijk veel in aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. En daar zijn programma's voor, daar is de academie voor. Dat is echt iets wat een voorbeeld is als het gaat om het vraagstuk van jeugd die op zoek is naar werk. Het lijkt me sowieso al heel erg leuk om op Schiphol te werken. Toen ik 5 jaar geleden, toen ik net begon met mijn studie, dacht ik, ik zou zo graag op Schiphol werken. Maar ik vind het echt fantastisch. En ik ben op zoek naar een baan in de marketing. Dus als ik bij KLM kan komen werken, prima.